We gaan snel door naar onze volgende kandidaat. En het is Bert Steenwijk. Fada fada, fada fada, fada pam 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 pam. Zo, Bert zenuwachtig? Nee, Bert Steenwijk. Oké, Bert, wat doe jij voor werk? Ja, op het moment ook even niks. Ik ben wel bezig om mijn eigen onderneming te beginnen. Ik wil graag begrafenissen organiseren. Ik heb daarvoor al een aantal mensen op het oog. Oude leraar Engels, bovenburen. Ja, Bert, ze moeten heel snel beginnen met de eerste ronde. En in de eerste ronde moet je een aantal vragen zo goed mogelijk zien te beantwoorden. Voordat ik je de vraag stel, ben je er klaar voor? Zou ik het filosofische willen worden en je de vraag willen stellen, kun je er ooit klaar voor zijn? Maar die vraag slaan we voor het gemak even over. En we gaan meteen beginnen met de eerste meerkeuzevraag. En die luidt als volgt. Vis zwemt in de A, B of C? C. Ja. Uiteraard. Vis zwemt in de C. Dan onze etymologievraag. Etymologie, de herkomst van woorden. Hè? Waar komt het woord twijfelen vandaan? A, van het bekende muziekinstrument. B, twijfelen is vernoemd naar Huib Twijfel. De allereerste persoon die ooit twijfelde. Of C, ik twijfel tussen A en B, maar ik denk C. Wat denk je? Ja, volgens mij C. Ja? Dan twijfel je dus heel erg tussen A en B. Ja, dat is niet goed. Nee, het goede antwoord is A. Het woord twijfelen komt van twijfel. Het muziekinstrument. Een twijfel, dat was een toeter. Waarop vroeger werd geblazen als men het niet meer wist. Dan ging men twijfelen. Ofwel, dan blies men op de twijfel. Naast de twijfel had je ook een weifel. Dat was een oeter. Een toeter die het niet deed. En had je op een gegeven moment een oeter, dan werd die vaak vervangen door een twijfel. Ja, als mensen niet weten wat voor instrumenten leren spelen, kun je eigenlijk het beste beginnen met twijfelen. Bijvoorbeeld over de aanschaf van een toeter. Je krijgt dan vaak een fikse korting. Het voordeel van de twijfel. Nadeel is, als mensen zeker weten dat ze de toeter echt willen, is de twijfel weg. En dan kunnen ze hem dus niet kopen. Dus daarom kiezen veel mensen uiteindelijk voor een saxofoon. Zeg maar wat de piramides waren voor de Egyptenaren, dat die Google-kelders dat een beetje zijn voor onze beschaving. Dat over 10.000 jaar een archeoloog zo'n kelder vindt en binnentreedt en dat hij denkt, wauw, ik heb het graf van koning Gogol ontdekt.